als je met je handen bezig bent, hè, je moet altijd stappen vooruit denken. Hè? Dus je bent altijd bezig. Het is een arbeidsintensief iets. Het is heel moeilijk. De moeilijkheidsgraad zit hierin dat je met lijmen moet werken en die lijmsporen mogen niet terugkomen in het boek. Boekbinden is het samenbinden van geschreven of gedrukte vel en papier, zodat men een goed boek krijgt. Een handzaam ding om te lezen, om te gebruiken. Nou, ik heb 42 jaar in het grafisch bedrijf gewerkt met elkaar. Ik heb eerst 13 jaar bij de Geboedse Kooistra gewerkt op het PUT. En daarna heb ik nog gewerkt bij de firma Scheepstra, Zuidergraafswal. Je kan nooit jong genoeg beginnen. 15. Ja. Leerlingstelsel. Ouderwets nog. Toen ik van school afging, ik zag het niet zo erg meer zitten op school. Ik denk, nou, ja, wat moet je? Toen zei mijn vader van, ga maar even vakantiewerk doen. En dat was ook een boekbinderij. Bij de PUT, boekbinderij Kooistra, heb ik veel geleerd, maar ben ik gewoon gebleven. Om een boek te maken, dan zijn verschillende stappen nodig. Je hebt ongeveer 20 handelingen om een boek klaar te maken. En dat begint gewoon even met voorsteken, naaien, ruglijmen, kaptaalband gaas, schutbad komt erop. En dan maken we de band. Het is ook wat mannelijke werk, ja. Er is geduld bij nodig. Je kan ook met je handen denken. Hè? Het is ook mooi als je met je handen bezig bent. Dan kun je gedachten over alles... Jij kan overal aan denken. Hè? Het ontwikkelt zichzelf dan. Dat is mooi. Ik kan boekbinden gewoon bij wijze van spreken aan de keukentafel doen. Ja, dus tegenwoordig zijn die keukens allemaal anders, maar vroeger had je één tafel in de keuken. En dan kan je het gewoon doen. Je ziet ook wel foto's van boekbinders in Frankrijk bijvoorbeeld. Die werken gewoon aan de tafel waar ze ook eten. Hè? Het is een beetje geprutst op een vierkante meter. Materiaalkennis, dat is belangrijk. Papier, leer, perkament, linnen, garen. Alles, lijmen vooral. Je hebt heel veel soorten lijmen, maar voor klassieke boeken dat geldt dan stijfsel en warme lijm, beenderlijm, vleeslijm. En voor de moderne boeken, daar zit vaak wat wij witte lijm noemen, maar dat is de boekbinderslijm. Ik geef meest Friese boeken uit. Met het beroemde Ligt dat Neumann uitgeverij. Nou, we geven één keer het jaar bijna een boekje uit, of twee keer. En dat, niet grote oplagen, maar 50, 100, 120, 130, zo. Dan heb je het wel gehad. Ja, meer belangstelling is er ook niet voor, dus je hoeft niet voor de slechte te werken. Er zit vaak altijd een kunstwerk in. Er zijn niet veel Friese boeken vertaald van bijvoorbeeld... Walter Benjamin of Elias Canetti of Patrick Suskind, zoals die laatste deel nu komt. Dat vind ik wel interessant. Ik loop altijd. Zie je meer, hè? Gaat niks boven Leeuwarden. Misschien Parijs, houd dat op. Ik doe het meestal gewoon in mijn werkkamertje. Het drukken, dat doe ik... vaak bij Fokma Bier. Snijden doe ik soms bij Stip. Grafisch atelier snij ik dan weer karton. En nou ja, zo ben je ook nog eens op straat, hè. Oh, hi, ik kom binnen.
geef ook lessen op Parnas. Het handigste is om iemand kennis te laten maken met boek binnen, om gewoon even een boek te maken. Dus dat doe ik dan. Vaak maak ik een speciaal uitgaafje ervoor. En er zijn ook wel mensen die zijn in het vak terechtgekomen. Die werken bij bibliotheken of restauratieateliers of beginnen zelf een bedrijf. Met een kwast. Mesje heb ik al 20 jaar. Ideaal. Je koopt er gewoon een nieuw blad in en dan kan je het weer gebruiken. Want ik heb veel gereedschap, maar je pakt altijd hetzelfde vaak. Dat is het makkelijkste. Dus vouwbeen heb ik al 40 jaar. Die heb ik gekregen toen ik bij de firma Koester ging werken. Nee, dat verdwijnt nooit helemaal, want je hebt altijd restauratie nodig natuurlijk. En kleine oplaadjes en aparte dingetjes. Dat moet al met de hand gebeuren. De meeste zijn antieke boeken natuurlijk. Veel statenbijbels heb je dan. En ben ik wel geneigd om een stukje in het boek te lezen, om te weten in welke tijd gemaakt is en wat de vrijste band is die eromheen moet. Je peutert de zaak gewoon uit elkaar en dan zet je het ook weer oordeelkundig in elkaar. Je komt altijd weer nieuwe dingen tegen. En je moet altijd nieuwe oplossingen bedenken. Het is niet allemaal standaard. Hoe verhoudt het oude materiaal zich tot het nieuwe wat je er soms aan toe moet voegen om het te restaureren? Dat is lastig. Het moeilijkste is eigenlijk wel leerbewerking. Dat is lastig. Je moet leer dunnen, je moet het behandelen, je moet de goede kwaliteit, de goede maatvoeringen moet je hebben. Dat is wel lastig, maar het is te doen. Het is heel mooi dankbaar werk. Dan heb je ook iets in handen wat prachtig is. Dat is heel mooi. Het zijn haast kunstwerken. Hè? IJzerrood is een heel bijzonder gebeuren. Het is eigenlijk een verzameling van het industrieel erfgoed. Dus machinerieën meest. En gebruiksvoorwerpen. Het is de grootste verzameling in Nederland. En ook wel een van de belangrijkste. Als je weet dat bijvoorbeeld alle particuliere drukkers die een antieke pers hebben, nou, die zijn op twee handen te tellen. Misschien een stuk of 7, 8 hebben dat nog.
En wij hebben er wel 10 van die dingen staan. Kijk, met de teloorgang van de grafische industrie, gewoon de boekdruk, zo maar te zeggen. Bleven veel persen bleven over. Hierna bij een kunstenaar of bij een margedrukker, daar zweeft nog wel eens een rond. Maar op een gegeven moment kwamen die dingen allemaal een beetje op de markt. En nou, dan hebben we dat verzameld. Dat is, en gerestaureerd, dat is belangrijk ook. Dus hier in Leeuwarden, geloof ik, werkten wel 3000 mensen in de grafische industrie. En heel, al die grote bedrijven, LPF, Jongbloed, ja, die bestaat nog wel, maar Hansdrukkerij, noem ze allemaal maar op. Daar heb ik allemaal voor gewerkt. Krijg je niet meer terug, dat komt niet meer terug, nee. Het zesde boek in de serie Lietse Rieke. Het is het boekje Leven en Deer, geschreven door Patrick Suskind. Met een prachtige zeepdruk van Loortje van der Kooi erin. Ik ben hier al een paar maanden mee bezig. Ook omdat het in etappes gaat. Hè? Die etappes bestaan uit, ja, het moet vertaald worden, er moet een colofon bij, je moet toestemming hebben van de uitgever. Dat is nog vaak het moeilijkste om dat te krijgen. Maar tot nu toe heb ik altijd geluk gehad. Ik ga wel door, ja. Ik vind het ook leuk. Het is eigenlijk een soort hobby eigenlijk. En een beetje gevoel moet je ervoor hebben. Nou, het mooie is eraan dat het altijd varieert. Je moet een beetje probleemoplossend zijn. Het is gevarieerd. Ja, je kleuren, smaken. En je bouwt iets op. Je maakt iets. Dat vind ik altijd mooi, om iets te maken. Dat je een product in handen hebt.